Yo, what up? Het is je boy Demo. Ik ben op dit moment bij de audities van Punch Out Battles. Ik sta met diversity. En ben je dan ook echt zo divers als je naam zegt? Ik ben redelijk divers, inderdaad, ja. Maar het is meer omdat ik gewoon een divers persoon ben en vandaar de naam. Okay. Jij hebt jou eigenlijk ingeschreven voor de auditierondes van Punch Out Battles. Dat betekent dat je zo tegen iemand anders moet gaan battelen. Mm-hmm. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat het vet wordt, man. Ik heb me goed voorbereid. Ik ben klaar voor deze battle. Het is maar een minuut. En ja, ik heb gewoon zin om te laten zien wat ik kan, man. Heb je ook echt super veel research gedaan naar je tegenstander en zo? Ik heb zijn Facebook wel even bekeken, ja. Kwam ik wat leuke dingetjes tegen. Zo over zijn vriendin gevonden of zo? Ja, had de woorden uit mijn mond. Gelukkig zag die vriendin er ook niet heel goed uit, dus dat wordt mooi. Wordt easy dus? Dat zeg ik niet, man. Het is mijn eerste keer. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten, maar ik heb me in ieder geval zodanig voorbereid dat ik wel zelfverzekerd ben dat het wel goed gaat komen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu voor het eerst kijken, voor het eerst diversity zien. Ja. Wat voor soort battle MC ben jij? Wat kunnen we verwachten? Ga ik niet te veel over uitlaten. Zullen we zien, man. Zullen we zien straks. En een mysterieus type, zeg maar. We zullen het zien, man. We zullen het zien. Hoe zou je jezelf omschrijven in een paar woorden voor de kijkers? Diversity. Eén woord, man. Dat is genoeg. Okay, je bent gewoon zo divers mogelijk. Ja, ja, ik ga gewoon veel verschillende Engels pakken ook. En ja, we zullen het zien. Maar ik wil niet te veel uitlaten nog. Okay. Heel mysterieus gesprek dit. Ik ben heel benieuwd naar jouw battle zo. Ik wens jou heel veel succes. En ik hoop dat je het redt in de league, man. Dan krijgen we misschien meer te weten over diversity, man. Diversity, Demo, babang. Naast de auditant Caillou, heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in, ja zeker. Wat kunnen wij dadelijk van jou gaan verwachten in de punch-out ring? Nou, zeker een paar harde punches en een huilende tegenstander. Jij hebt jezelf uiteindelijk ingeschreven voor deze auditieronde. Waarom dacht je van, ik wil daar mezelf gaan bewijzen? Nou, ik ben al een tijdje bezig met rap, maar nog niet op een serieus vlak. En ik dacht, ik wil nou wel een beetje aan de wereld laten zien wat ik kan. Dat ga je doen door je tegenstander kapot te maken. Wat vind je van die tegenstander? Ja, ik heb hem net gesproken, hij lijkt me een chille gast. Maar ja. Was het niet awkward, zo van, ik ga jou dadelijk even, weet ik veel, over je moeder praten en zo, maar nu geef ik je een hand? Nee, daar moet je overheen zetten, weet je. Het is battle rap, die dingen doe je gewoon. Daar schrijf je voor in, weet je, daar meld je voor aan. Dus je kan weten dat het gaat gebeuren, toch? Is dit dan ook echt jouw allereerste battle? Eerste keer dat je in een ring stapt? Ja man, zeker wel. Ja, ja. Hoe verwacht je het dadelijk? Want je staat dan tegenover iemand, allemaal publiek om je heen. Iedereen loopt te schreeuwen. Weet je, is het een beetje spannend? Ja, het is wel een beetje spannend, maar ik sta gewoon, ik heb geen verwachtingen. Ik laat gewoon allemaal me afkomen. Gewoon mijn mannetje staan. Nou zijn er natuurlijk heel veel mensen die nu kijken en die denken, hey Caillou, ik zie jou voor het eerst. Hoe zou je jezelf omschrijven in een paar zinnen voor de kijkers thuis? Legendarisch. Oh, gewoon één woord. Eén woord is genoeg. Maar je snapt wel dat je dat nu wel echt moet gaan waarmaken. Anders komt er dadelijk in de comments van, ik dacht je zei je was legendarisch. Ja, maar die comment mensen zijn haaien, hè, je weet. Maar kom wel goed, kom wel goed, komt goed. Okay. Nou, dit is Caillou. Ik ga jou heel veel succes wensen dadelijk bij je battle, broer. En wellicht tot in de Punch-Out League, man. Mijn naam is Demo. Ra-ra-ra.